Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij de persconferentie van Oro. Ik geef nu graag het woord aan Jan Roelofs, de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ja, goeiedag dames en heren, meisjes en jongens. Heel hartelijk welkom hier vandaag bij de corona persconferentie. Ja, normaal had hier natuurlijk Mark Rutte moeten staan, maar Mark kon vandaag niet. En hij heeft mij gevraagd of ik hem wilde vervangen. En natuurlijk heb ik daar ja op gezegd, dat wil ik heel graag doen. Maar voordat we beginnen wil ik jullie allemaal de allerbeste wensen toewensen voor het nieuwe jaar, voor 2021. En laten we hopen dat dat een mooi jaar wordt en misschien wel een beter jaar dan 2020. Want we kijken wel terug op een heel bijzonder jaar, waarbij corona voortdurend eigenlijk aan de orde is geweest. Niet alleen binnen Oro, niet alleen in Nederland, niet alleen in Europa, maar de hele wereld is bezig geweest met corona. En ik zeg geweest, maar we zijn het eigenlijk nog steeds, elke dag. En het was heel bijzonder, want plotseling mochten we elkaar geen handen meer geven. Moesten we 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Mocht er niet meer geknuffeld worden. En wat ook heel bijzonder was, en heel veel pijn heeft gedaan voor heel veel van ons, is dat er soms zelfs niet eens bezoek mocht en mag komen. Van familie niet, van vrienden niet, van ouders niet. En dat was wel heel erg moeilijk. Maar ik ben wel heel trots op de manier waarop we dat bij Oro hebben gedaan. Want wij zijn echt niet bij de pakken neer gaan zitten. We hebben niet gezegd van nou, we doen maar niks meer. Nee, we zijn doorgegaan. We hebben nieuwe manieren bedacht. Als ik hier om me heen kijk in de Bicorpszaal. Prachtig ingericht. Heel mooi ingekleed om met kleinere groepjes toch iets te beleven met elkaar aan de feestdagen. Of de digitale Sinterklaas. Of al die oplossingen die we met elkaar hebben bedacht en nog steeds blijven bedenken. Dat is natuurlijk super. En we hopen dat 2021 een beter jaar gaat worden. En waarom? Hebben jullie vast al iets van gehoord? De komende periode gaan we in Nederland gevaccineerd worden. Of eigenlijk in de hele wereld gevaccineerd worden. Ingeënt worden om te voorkomen dat corona nog een kans krijgt bij ons. En we hopen natuurlijk ook dat zoveel mogelijk mensen zich dan ook laten vaccineren, zoals dat heet. Want als dat zou lukken, als in het loop van het jaar steeds meer mensen zijn ingeënt, dan krijgt dat coronavirus straks geen kans meer als het goed is. En dat zou mooi zijn, dan hebben we iets om naar uit te kijken. Stapje voor stapje zullen we dan onze vrijheid weer terugkrijgen. Maar dat duurt nog wel even. Ja, en dan dient de vraag zich natuurlijk aan van wanneer wordt er dan gevaccineerd? Wanneer beginnen we dan met vaccineren? Nou, wij verwachten op korte termijn een brief van de overheid, van de regering, waarin staat wanneer dat gaat beginnen. En dat zal niet meer zo lang duren. En als dat gaat beginnen, dan wordt begonnen met de medewerkers in de zorg. Die gaan als eerste. En als dat is gebeurd, dan kijken we weer verder. Dus zodra wij iets weten wanneer jullie zelf aan de beurt zijn, laten wij dat op tijd en meteen horen. Dus voor nu denk ik dat we bij Oro hebben laten zien en bewezen dat wij het goed kunnen. Dat we sterk staan met elkaar, dat we er iets van kunnen maken, ook als het moeilijk is. En daar ben ik heel trots op. En we hopen dat 2021 een iets beter jaar gaat worden in die zin. En ik wens jullie alle goeds en dank je wel voor jullie aandacht. Nou, mag een vraag gesteld? Okay. Ja, meneer Roelofs, ik heb al een vraag. Meneer De Groot van de Telegraaf. Goedemiddag. Goedemorgen. Ja. De evenementen binnen Oro, zoals bijvoorbeeld de Verwendag en de kermis, gaan die in 2021 wel door? Nou, dat hopen wij wel. En u hoort mij al zeggen, dat hopen wij wel, maar we weten het natuurlijk niet zeker. Wij weten niet precies wanneer we in Nederland weer op zo'n grote schaal bij elkaar mogen komen. Dat hangt er ook een beetje van af, van hoe snel we klaar zijn met de vaccinatie in Nederland. Maar ik kan wel beloven dat als het niet door kan gaan in de vorm zoals we dat altijd hebben gedaan, in de live vorm, dat we zullen zoeken naar alternatieven, naar andere mogelijkheden om toch iets van bijvoorbeeld de Verwendag of de kermis over te brengen bij onze cliënten en er toch een feestje van te maken. Dankjewel. Aangaan.